en we starten eerst met de voorbereiding. Schil de aardappels en was ze. Snij ze zodat alle aardappels ongeveer even groot zijn. Snij ondertussen de kaas in kleine blokjes en de zongedroogde tomaten in reepjes. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. En als dat klaar is, gaan we de boerenkool en aardappels gaar koken op het fornuis. Breng een pan met 10 centimeter water aan de kook. Doe de aardappelen en de boerenkool daarbij en kook ze in ongeveer 20 minuten gaar. Wanneer de aardappelen gaar zijn, stamp je ze met de pureestamper fijn. Dan voeg je aan de stampot sojasaus, blokjes kaas en de zongebroogde tomaat toe en je roert alles erdoorheen. Schep dat in de ovenschotel. En bestrooi met de geraspte kaas. En nu schuiven we de ovenschotel in de oven en bakken we met 15 minuten gaar. Haal de ovenschotel uit de oven en serveer meteen. Deze ovenschotel is genoeg voor 4 personen. Maar wil je voor meer personen koken, dan kun je op mijn website een handige rekenmachine terugvinden die de juiste hoeveelheid ingrediënten voor je berekent. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het volledige recept vind je terug in de beschrijving. Vergeet niet om te liken, te reageren en te abonneren. Op mijn kanaal en op mijn blog vind je meer dan 100 heerlijke recepten die allemaal makkelijk te maken zijn. Ik wens je heel veel kookplezier en onthoud, it's a good taste.